Ja, Marcel, bedankt dat je Red Dwarf voor mij, of ja, voor de Iering fans wilt spelen in ieder geval. Ja. Je begint dadelijk om 4:15 met Red Dwarf hier in ja, Carillon spelen. Met een aantal collega's elders in het land. En ja, met een soort Red Dwarf estafette waar we gaan creëren. Ja, natuurlijk heel bijzonder zoiets. En ik denk dat dat, ja, dat toch wel de nodige impact heeft gehad. Er is heel veel publiciteit geweest. Ja, in kranten, radio, tv. Dus ja, en het is niet alleen goede PR voor de fanclub van Golden Earring, maar ook zeker ook voor alle bijeniers en het instrument carillon. Zeker een typisch Nederlands volksinstrument. Dat het extra in de publiciteit kan komen nou weer. Ja, ik hoor dat er 72 zich aangemeld hebben bij de fanclubs. Oh, dat is al heel wat, ja. Er komen ook verschillende opnames van bij de dier, zeg maar, die op vele plaatsen spelen. Die zijn al eerder 4 uur aan achter een carillon hebben gezeten. En die mensen die erbij die gefilmd hebben, nou, die kunnen bijna niet van verstaan door de wind en ja, de microfoon, zeg maar. Yes, ja, ja, dat is jammer. Thank you.
Oh.